Ja, jongens, hallo iedereen, mag ik even die aandacht? Aandacht! Aandacht? Ik ga bij jou aandacht niet met dat soort dingen houden. Hallo iedereen, mag ik even die aandacht? Ook jou. Altijd leuke hond in beeld. Woef. Dus. Oh, die wil ik erin houden. Scène 4, de typemachine. Daarin gaan Dunry en Geraldo, die gaan even weg van het filmen en die willen gewoon even loltrappen. Ze gaan even naar, Philip's kamer en dan even kijken wat daar het leukste vinden is. En dan zijn ze in de kamer en er gebeuren allemaal rare dingen. Buikspreek komt vallen op de grond en zo, de deur klapt dicht, allemaal dat soort dingen. Zullen we die gewoon even doen? Is goed. Okay, en dan gaan we even die scène doen. Als jullie dan even weer het doorgaan met de script te lezen en even kijken welk personage jullie spelen, dan gaan we even. Dat is de scène doen. Ja. Oké, okay, zullen we? Ja, is goed. Oké, okay, let's go. Fuck man, zo gek was het. Dood hè? Ja, gek. Omga, ik heb het gehad! Omga, ik heb het gehad. We hebben het gehad! Boze! Heb het gehad! Ja. Wat moet ik doen met het script? Ik heb het toch niet precies, nodig! Nee, precies. Ja, nee, wat? Inderdaad. Nee! Stop als je benen! Hallo! Wat? Maar er gaat één op zijn komt een hele lange trein aan. Die trilt echt verknipt. Knipt. Sorry. Nee, die gaat weg! Die is echt verknipt. Heb je ook zo'n pijn in je anus? Oké, okay, daar zijn we weer. Alles is heel erg goed gegaan. Het lijkt me handig om vast even door te gaan met de volgende scène. Zal ik ze uitkiezen? Peter en Staffy. En ik keek in de camera. Beddel! Je lult gewoon. Ik wil helemaal niet, man. Je lijkt me niet genoeg kijken te doen. Zijn te filmen. Ja, oké. Uit de maar, Staffy. Home sweet home. Schoen aan, toch? Ja, nee, stop. Oké, zeven stoppen met filmen. Er is nog maar wachten tot hij hier terugkomt. Ja, dat is wel typisch iets voor hem om te vergeten. Ja, hij is echt fucking geobsedeerd. Maar klopt het van dat trouwens van die tikmachine? Ja, hij echt. Ik weet er zelf ook niet meer van, maar hij heeft hier echt 4 dagen non-stop achter gezeten. Heb je gezien hoe oud dat ding is? Kom op, denk je nou echt dat die ding niet eens uit elkaar is gevallen? Dat heb ik dus zelf ook meegemaakt, hè. What the fuck? Wat was dat? Klein als jij dit bent. Ah, heel erg grappig van je broertje, volgens mij is hij er gewoon. Wat we nu zien, dit zien we niet, oké? Hoe moeten we nou op reageren? Hoe lang gaat dat eigenlijk duren van je broertje? Ik zou niet weten. Maar het is wel typisch voor hem iets om zoiets te vergeten. Hij is echt fucking geobsedeerd door dat script, man. Echt. En door die typemachine, wat was het over dat verhaal wat je vertelde? Hij heeft er gewoon echt 4 dagen non-stop achter gezeten. 4 dagen! Ja, vertel mij dat nou. Kijk hoe dat ding eruit ziet. Het is gewoon net mooi. Ja, komt uit de tijd van mijn oma, man. Ja, ik snap het zelf ook niet. Echt, dat ik had nou zeggen. Fuck. Dat was gewoon het ding, toch of niet? Ja, ik kan wachten al. Martijn, die staat ervoor. Ja. Dus dit is kut. Dat. En weet jij hoe dat komt? Nou, en jij dan? En ik dan?
Je gaat me toch niet vertellen dat jij nog nooit verliefd op iemand bent geweest? Tuurlijk ben ik wel eens verliefd geweest. Alleen gedraag ik me niet zo als een gigantisch celletje bij een meisje. Oh, dus als je verliefd op een meisje bent. Dus als je verliefd op een jongen bent, dan gedraag je wel zo'n gigantisch celletje. Nee, nee, ja, geef maar toe. Je bent gewoon een biseksuele aap, man. Echt wel. Hé, hey, Martijn, dat was niet handig. Ja, okay.